We kennen het allemaal wel. De tuin moet water hebben. Het is warm weer. Maar wat moet je nou wel doen en wat moet je nou niet doen? Nou, wat je niet moet doen, zoals nu, midden overdag, de planten water gaan geven op de planten zelf met een te harde straal. Het water werkt in feite met die zon als een vergrootglas op het blad, terwijl het water eigenlijk naar de wortels moet. Dus wat doen we? We nemen een zachtere straal en dan gaan we onder bij de wortels ook water geven. Kijk, dit is veel beter in broes. Neem je rustig de tijd om het even goed water te geven. En het liefst doe je dat niet overdag, maar juist 's ochtends. Dan is er al heel veel dauw op de planten en op de grond en neemt de grond ook beter het water op. Eén ding wat we niet willen doen is te veel water geven en water verspillen. Dus als je het water geeft, moet je het goed doen. Planten hebben tijd nodig om te wortelen. En hoe dieper en beter ze wortelen, hoe beter de plant zal groeien en hoe beter de plant in staat is om zelf water te zoeken. Dus als je water geeft, liever één keer in de zoveel dagen dan steeds een klein beetje. Kijk, het heeft net best wel hard geregend. Je ziet gewoon dat onder zo'n plant de grond nog best wel droog is. Dus op het moment dat het steeds kleine beetjes water zijn, komt het in de toplaag terecht en verdampt het heel erg snel. Terwijl je juist wil dat die plant diep gaat wortelen. Dus als je dan inderdaad die ochtend water geeft, lekker veel en zorgen dat die grond goed verzadigd is. Kijk, voor potten geldt eigenlijk dat je ze gewoon tot het randje moet vullen. En dan zuigt hij het helemaal mooi op. En dat doen we natuurlijk met water uit de regenton, want dat is het allerbeste. Succes!